Oké, nou, ik ben dus op zoektocht. Ik heb een Laurens-auto en we gaan kijken hoe dat werkt. Sociale media bij Laurens. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Bent u de opperhoofd van de Laureanen? Dat zegt men wel, ze. Maar wie bent u? Ik ben Bart Brouwers. Ik ben een documentaire maken over hoe heurt het met sociale media. En dan met name bij Laurens. Hallo. Goedendag, Mark. Goedendag. Mark Schot, ga zitten. Ja, wil je koffie? Nou, graag. Komt er net aan. Alsjeblieft. Dankjewel. Nou ben ik heel benieuwd wat u als organisatie, Laurens, nou doet met sociale media. En nu heb je met sociale media een prachtige manier om je boodschap in de organisatie kwijt te kunnen. Hè, van, om mensen betrokken te krijgen bij de zaak waarmee je bezig bent. Dus sociale media is voornamelijk voor intern gebruik bedoeld? Toepassingsmogelijkheden zijn legio. Je kunt er ook zeg maar, personeel mee werven. Via LinkedIn en dergelijke kun je mensen uit je volgersgroep benaderen met vragen. Je kunt ze vragen, kun je bij ons bij deze vacature, wil je bij ons komen werken? Je kunt, en als elke medewerker van Laurens, pakweg 5500 mensen, 30 volgers heeft, dan zit je al aan 15.000 mensen. Dus we bereiken daar heel Nederland. Iedereen weet dadelijk wie Laurens is. Ja. Dus het draagt ook heel sterk bij die imagovorming van Laurens. Daarom wil ik eigenlijk uw toestemming hebben om in uw organisatie gewoon even op onderzoek uit te gaan. Hoe gaan uw medewerkers er nou mee om? De do's en de don'ts en hoe zit het in elkaar? Die toestemming heeft u, maar onder de voorwaarden dat ik van u terug hoor wat u ervaring. Ja, u krijgt van mij alles op schrift. Ik ga het helemaal vastleggen in een boekje. Hoe heurt het? Prima, dat lijkt mij uitstekend. Moet u dan misschien niet een belletje plegen? Nee, dat hoeft niet. Ik zet het wel op Jammer. Jammer? Dat merkt u nog wel bij uw onderzoek wat het is. Oké, nou dank u wel. Ja, succes mee. Dank u wel. Dank. Ik heb Twitter, Facebook had hij het over LinkedIn, Jammer. Is dat iets met muziek maken? Ik weet het niet. Maar we gaan op onderzoek uit. Laurens, here we come.